Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toont ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Vorige keer in Beyblade. Kiyoya is in Afrika, waar hij ontdekt dat het kleine land Savanna een toernooi houdt om te zien wie voor hen gaat vechten tijdens het WK. Kiyoya wil absoluut meedoen, komt bij de top 3 en denkt een plek te hebben gewonnen in het team. Maar de president van Savanna legt hen uit dat ondanks dat Kiyoya en twee anderen een overwinningsarmband hebben gewonnen, zij die 24 uur lang moeten verdedigen. Kiyoya en zijn nieuwe medespeler Nile hebben hun handen vol wanneer ze van alle kanten worden aangevallen door verschillende bladers die hen willen verslaan om de armbanden te winnen. Marcus, de derde speler, vraagt hen om zich ondergronds te verstoppen, wat Nile en Kiyoya weigeren. Marcus laat hen in de val lopen en hij en zijn vrienden pakken de armbanden af. Ze laten Kiyoya en Nile in een heel diep riool vallen. Marcus en zijn vrienden rennen naar de bergen, waar ze zich voor de rest van de tijd willen verstoppen. Kiyoya en Nile ontsnappen uit het riool en halen hen weer in. Ze dagen de dieven uit voor een B-gevecht, maar Kiyoya en Nile maken er snel een einde aan en pakken hun armbanden weer terug. Samen met hun nieuwe ploeggenoot Damour staan ze tegenover een hele grote groep bladers. De onverschrokken Wild Fang. Volgens mij ben je in de war. Hè? De reden waarom ik hier aan mee heb gedaan is om jou mijn kracht te laten zien. Het is nooit mijn doel geweest om mee te doen met het Japanse team. Waar heb je het over, Kiyoya? Wat bedoel je? Er is maar één persoon in de wereld die ik wil verslaan. Hè? En dat ben jij, Jinga. Dat ben jij, Jinga. Een wereldkampioenschap? Dat is wel interessant. Oh, Kiyoya. Op dat hele grote podium daarbuiten gaat het alleen om jou en mij. Deze keer, Jinga, zul je verslagen worden door mij, Kiyoya. Wacht eens even, Kiyoya! Kiyoya! Huh? Was het maar een droom? Is dat alles? Terwijl je heel goed weet dat ik mijn slaap heel hard nodig heb. Dat was dan wel zeker een hele enge droom, hè? Serieus, je bent echt een watje, Jinga. Hé, hey, ik praat tegen je. Ik vraag me af wat we hier in India weer gaan meemaken. Ik wou dat ik dat had gezien. Maar ik snap waarom Jinga gespannen is. Ik bedoel, vandaag gaan de bladers van het team van India en die van Afrika tegen elkaar vechten. Jinga, ik snap niet waarom jij nerveus wordt als je tegenstander moet vechten. Ha, zijn tegenstander, hè? Dus Kiyoya is hier, hè? Het is wel waar dat Kiyoya's gevecht tegen Tsubasa heel erg spannend was. Maar als ik het mocht doen, zou ik zo'n vent uitschakelen met één beweging. Knal! Boom! Boom! Je begrijpt het niet, Masamune. Huh? Er is heel veel gebeurd tussen Kiyoya en Jinga waar je helemaal niets vanaf weet. Wat is er gebeurd dan? Ik had nooit kunnen bedenken dat Kiyoya mee zou gaan doen aan het wereldkampioenschap met een ander land. Wie had dat nou gedacht? Ik wed dat het in Japan op dit moment ook heel groot nieuws is. Het VBBA nieuws! Vandaag hebben we spectaculair nieuws van het Beyblade WK voor jou, dus luister goed. De tweede ronde die vandaag begint is tussen de bladers van het India-team, Chen Dora, tegen de beste bladers uit Afrika, Team Wild Fang. Maar er is nog iets belangrijks wat ik jullie moet vertellen. Kijk eens wie de leider is van Wild Fang, Kiyoya. Zoals jullie allemaal nog wel weten, won Kiyoya een plek in het bladerteam van Japan. Blijkbaar wilde hij dat niet, maar nu doet hij toch mee aan het wereldkampioenschap als speler van het Afrikaanse team. Interessant. We kunnen nu alleen maar afwachten wat hij nu weer van plan is in het gevecht van vandaag. Het mooiste nieuws is dat deze hele belangrijke wedstrijd ook in Japan live zal worden uitgezonden. Ik kan niet geloven dat hij er niet is. Want zometeen gaat Kiyoya's gevecht beginnen. Maar waar zou hij dan toch kunnen zijn? Benkei! Dit is verrassend, vindt u niet, directeur?
Het gevecht is nog niet eens begonnen, maar de mensen zijn al helemaal opgewonden. Ja! Ze zijn normaal alleen maar zo enthousiast als Japan hier zelf speelt. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat heel Japan benieuwd is naar wat Kiyoya in dit gevecht gaat doen. Wauw, iedereen in Japan is ook enthousiast. Wat is er trouwens zo speciaal aan die Kiyoya? Omdat hij echt heel goed is. Iedereen weet hoe geweldig de wedstrijden waren die Kiyoya heeft gevochten. Dat kun je wel zeggen. En het is ook zo spannend omdat de winnaar van deze tweede ronde tegen jullie gaat vechten in de derde ronde. Dat is waar. Maar als Wild Fang vandaag het gevecht gaat winnen, dan... Dan mag ik vechten tegen Kiyoya. En om het nog spannender te maken, de winnaar van die derde ronde gaat door naar de finale van de A-groep. Zei hij nou de finale van de A-groep? De tegenstander in de finale van de A-groep wordt... Ga nu, Destroyer! Aanvalsmodus! Beslist in het derde rondegevecht tussen Team Excalibur, die hun tweede ronde heel gemakkelijk gewonnen hebben, en het team van de herkansingsronde, die weer mee mogen doen aan het kampioenschap met een wildcard. De beslissingswedstrijden om die felbegeerde wildcard zijn al begonnen en er wordt hard gevochten. Alexi! Gasser! Tashan! Allemaal fantastische bladers! Special move! Rock Giraffe break on the stone! Ja! Wij van Hoojong zullen die ene wildcard gaan winnen. Let maar op. Ben je daar? Kun je me horen, Jinga? Oh ja, die jongens zijn echt goed. Ik wil weer tegen Wang Hoojong gaan vechten. Ik ook. Maar de kracht van Excalibur is toch wel even iets heel anders, jongens. Zelfs als Wang Hoojong de herkansingsronde wint, moeten we nog maar even afwachten of ze wel of niet kunnen winnen van een team als Excalibur. Zo had ik het nog niet bekeken, Tsubasa. Of we nou tegen Wang Hoojong of Excalibur moeten, ze zijn allebei hele sterke tegenstanders. En we mogen niet vergeten dat we onze derde ronde wedstrijd ook nog moeten winnen. Ja, maar laten we eerst eens kijken naar de wedstrijd van vandaag tussen het Indiase en het Afrikaanse team. Kijk, de persconferentie vanuit India gaat bijna beginnen. Persconferentie? Dank u voor uw geduld allemaal. We beginnen nu met deze officiële Beyblade Wereldkampioenschap persconferentie. Als eerste wil ik u voorstellen aan de bladers van ons geweldige team Chandora. Als eerste onze blader die gebruik maakt van de spectaculaire Bay Rock Serpent is Anil. De wervelwind van Chandora met zijn Storm Serpent is Rinnick. Nu de teamleider. De slangengod van vuur met zijn Flame Serpent is Shellan. Dus dat is team Chandora, hè? Hebben jullie dat gezien? Ze gebruiken allemaal Serpent Base. Maar eerst vragen we aan de teamleider Shellan of hij zich druk maakt over het gevecht van vandaag. Ha, ik? Druk maken? Het maakt me niet uit of het Wild Fang is of iemand anders. Het worden hele kleine schattige poesjes als ze tegen ons moeten vechten. Het schijnt dat ze tot nu toe nog niet verloren hebben, maar dat geldt ook voor ons. Dus wat is het probleem? Hij heeft gelijk. Chandora heeft ook alle wedstrijden vanaf het begin gewonnen met twee gevechten achter elkaar. Ze hebben zelfs niet één keer verloren. Dat is ongelofelijk. Natuurlijk zullen wij het gevecht van vandaag beslist winnen. En met twee gewone wedstrijden zullen wij Wild Fang voor het eerst laten merken wat verlies is. Dus blijf opletten. Oh, dat is mooi. Nu beloven ze ons al twee gewone wedstrijden achter elkaar. Laten we kijken hoe het andere onverslagen team gaat reageren op deze oorlogsverklaring. Team Wild Fang! Kiyoya! Hoe gaat het met jullie? Ik ben van Team Wild Fang, hun beste nieuwe speler. De superreservespeler gemaskerde Boo! Dat is Benkei. Benkei, yep. Ben, ja. Ongelofelijk. Ik dacht net nog dat ik hem al zo lang niet meer gezien had. Maar hoe komt hij daar nou? Hallo jongens, dit is hoe het gaat, dus luister goed. Jullie kunnen nog wel meer mooie verhaaltjes vertellen, maar dit gevecht wordt beslist door Wild Fang met een dubbele overwinning.
Kiyoya is helemaal niet onder de indruk van jullie. Heb je dat begrepen? Het is leuk dat ze jou als boodschappenjongen hebben gestuurd, maar dat betekent dus dat jij niet zult gaan vechten, hè? Met je maffe maskertje. Wat maakt dat uit? Ja! Het is voor mij een grote eer om bij Kiyoya te horen en bij hem te zijn als hij de beste van de wereld gaat worden. Dat is genoeg voor mij. Ik vind het allemaal goed. Dit is wat de geweldige, nog onbekende, gemaskerde boelder echt van vindt. Ben is echt zo cool. Het interesseert ons helemaal niet wie jij bent. Dus als je nu de rest van het team zou willen halen, zou dat heel fijn zijn. Kiyoya zou nooit meedoen naar zo'n belachelijke poppenkast als dit. Jullie zullen het wel begrijpen als het gevecht voorbij is. Tot die tijd kun je je beter voorbereiden op je verlies. Over en uit! Ja. Ja, Ben is te gek! Directeur? Zeg maar even niks. Ach, wat een flauwekul is dit allemaal. Straks zul je zien dat ze niet durfden te komen omdat ze bang zijn voor ons. Dit is toch belachelijk? Je stuurt toch ook niet zo'n clown naar een persconferentie? Wildfang is gewoon een laffe groep met een stoere naam. We hebben nog niet eens gevochten, maar volgens mij hebben we de wedstrijd al lang gewonnen. Daar kun je wel eens gelijk in hebben. Jullie hebben het gehoord. De wedstrijd waar de hele wereld naar uitkijkt gaat zo beginnen. Waag het niet om het te missen. Dus Benkei komt zomaar uit het niets tevoorschijn bij Kiyoya's team? Ja, zo doet Ben dat. Het is belangrijker dat het met jou goed gaat. Je hebt eindelijk de kans om Kiyoya weer eens te zien. Zou je hem niet willen spreken? Dat is helemaal niet nodig, joh. Huh? Zoals Benkei net al zei, een gevecht betekent alles voor een blader. Het is helemaal geen probleem. Ik kan vanaf hier ook wel zien wat Kiyoya allemaal verbeterd heeft. Zo, na die belachelijke persconferentie kijken we naar Team Chandora tegen Team Wildfang in hun tweede ronde gevecht. Mag ik u applaus voor de bladers van India, onze eigen jongens van Team Chandora! We rekenen op jullie, Shellet! Stuur die Wildfangs naar huis! En nu, dames en heren, uw applaus voor het Afrikaanse Team Wildfang en laten we hopen dat ze er nu allemaal wel zijn! Huh? Wat is dit? Ja, het is Kiyoya! Kiyoya! Kijk even naar ons. Ongelooflijk. Zelfs tussen al deze mensen ziet hij gewoon in één keer waar Jinga zit. Ik zit hier. Kiyoya. Oh! Jullie hebben niks te zoeken hier. Ha, schreeuw maar lekker zoveel als je wilt. Van al dat stomme geschreeuw van jullie gaan wij alleen maar beter spelen. En nog steeds een grote mond, zelfs vlak voor de wedstrijd, hè? Genoeg gepraat. Laten we eens kijken welk team van deze twee ook vandaag ongeslagen blijft. In deze eerste wedstrijd zal er uiteindelijk ook één gaan verliezen. Hier zijn de koppels. Riddick tegen Niall. Laat hem maar eens zien wat je kan, Riddick. Zoals de vorige keer. Kom op, je weet dat je het kunt, Riddick. Dat weet ik. We gaan zonder verlies door naar de derde ronde. Let maar eens op. We rekenen op je. Laat hem maar zien wie hier de baas is. Zorg ervoor dat je gewonnen hebt als Kiyoya zo meteen aan de beurt is. Het is geen verrassing dat Niall als eerste gaat. Zo hebben ze al vanaf de kwalificatierondes gespeeld. Niall wint altijd de eerste wedstrijd. En dan zorgt Kiyoya dat hij de tweede pakt. Die Niall ziet er ook heel sterk uit, vind je niet? Ha, ze laten hem als eerste spelen, zodat ze kunnen zien wat het andere team kan. Laten we gaan beginnen, mensen! Klaar? En 3, 2, 1! Let it rip! Ga nu, Storm Serpent! Ja! Oh ja, blijf achter hem zitten en duw hem de baan uit! Pak hem maar aan, Horatius.
Wat was dat? Wat gebeurde er? Hij vloog omhoog zonder dat hij geraakt werd. Ah, wat nu weer? Special move. Huh? Horusius, schaduwgeest. Wow. Oh, huh? Ongelooflijk! In een paar seconden is Storm Serpent van Finnick al helemaal uitgeschakeld. Oh. Oh. Als je mij verteld had dat je Riddick zo snel zou verslaan, had ik nog veel beter opgelet. Ba-ba-ba-ba-boel! Goed gedaan, hoor, Nile! En nu mag jij. Oké. Dit kan toch niet waar zijn? Oh. Wat gebeurde er nou? Het stadion werd heel eventjes verlicht, maar... Het ging veel te snel om te kunnen zien waarom dat gebeurde. Ik kreeg niet eens de tijd om het uit te zoeken. Maar laten we er allemaal wel bij blijven en beginnen aan de tweede wedstrijd! Wildfang stuurt nu hun leider, Kiyoya. Zoals ze al zeiden op de persconferentie, ze gaan voor 2 gewonnen wedstrijden achter elkaar. Natuurlijk doen we dat! Kom op, je breekt me net zo wat! Wat doe je, Kiyoya? Ha! Het is mooi genoeg geweest! Hou je niet in, hoor, Shellen! De tegenstander van Team Chandora is de teamleider. De enige echte Shellen, mensen! De overwinningsreeks van ons team werd gestopt, maar gaat nu weer verder. Deze keer zal Wildfang tegengehouden worden en snel! Sohan! 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 Als hij Kiyoya kan verslaan, heeft ons team nog alle kans om deze ronde te gaan winnen. Ha! Ik zorg ervoor dat dat niet gebeurt. Ik weet zeker dat je straks niet meer zult lachen. Hoor je me, Kiyoya? Ik heb al heel lang voorbereid op deze dag. Ik heb al je gevechten heel goed bestudeerd. Dat is dan fijn voor jou. Ik zal zorgen dat je gaat verliezen, zeker weten. Dat denk je echt, hè? Nou, ga het maar eens proberen, zou ik zeggen. Ha! 3! 2! 1! Let it rip! Leon, leeuw is die kloonmuur! Wat? Nu meteen al? Oh, je bent er nog steeds. Ik ga helemaal nergens heen. Niet totdat ik jou verslagen heb. Go, Flame Serpent! Meer! Ga nog wat sneller. Kom op, Serpent! Oh! Oh, nee, wat nu weer? De tornado die Leon net gemaakt heeft, begint te trillen alsof hij de warmte niet aankan. Heb je het al lekker warm? Ik snap het. Door het gedraaien van Serpent Vlammenwerper wordt de bodem warm en daardoor ontstaat er luchtdrukverschil in de arena. Huh? Pak hem! Special move, Serpent Vlammenwerper! Waar is Kiyoya's leeuwe cycloonmuur? Dat team van India is sterker dan ik dacht. Snap je het al? Die tornado-trucjes van jou werken hier helemaal niet. Ik zei het je toch? Houd toch gewoon je mond. Huh? De tegenstander waar jij aan denkt is de oude Kiyoya. Niet deze. Iemand als jij zal nooit winnen van mij zoals ik nu ben. Er is maar één persoon die ik interessant vind. Huh? Jenga! Jij! Alleen maar jij! Kiyoya! Om jou te kunnen verslaan heb ik maandenlang keihard getraind om nog beter te worden dan dat ik al was. Wat moest ik doen om van jou te kunnen winnen? Wat had ik nodig om Pegasus te stoppen? Ik heb het gevonden. Nu weet ik hoe het moet. Wat? Ik ben er ook nog. Je zult mij eerst moeten verslaan. Doe het nu, Leon. Kom op. Maar Leon is een verdedigingssoort B. Maar hij doet alsof hij een aanvalssoort is. Ha! Leon is onverslaanbaar. Ik herken dat gevoel. Ik voelde dezelfde drang en wil om te winnen. Ik weigerde te verliezen en ging er bijna kapot aan. Als wij ooit tegen Wildfang moeten vechten, wat dan? Nog niet klaar! Wat is dit? Hij sprong! Let maar eens heel goed op, Jenga. Kijk maar eens wat Leon nu allemaal nog meer kan. Wow! Wat is dat? Een tornado, maar dan op zijn kop.
Het is toch niet te geloven? Zelfs Shellan wordt hier verslagen. Net zoals die rare clown heeft voorspeld, wint Wild Fang 2 gewonnen wedstrijden achter elkaar. Met Kiyoya's makkelijke overwinning gaan zij door naar de tweede ronde. Nee, dat kan niet. Hij heeft hem helemaal ingemaakt. Je bent geweldig, Kiyoya. Dat is mijn Kiyoya. Ik hou van je. En dit is nog maar het begin. Wat je vandaag gezien hebt, stelde helemaal niks voor. Luister naar mij, Jinga. Ik bewaar de echte kracht van Leon voor mijn gevecht tegen jou. Ik kijk er nu al naar uit. Ik zal klaar zijn om tegen je te vechten, Kiyoya. U hebt het kunnen zien. Gengen Galaxy's nieuwe tegenstander is zojuist bekend. Het ongetwijfelde spannende derde ronde gevecht gaat tussen Gengen Galaxy en Wild Fang. Het stadion waar dit gevecht tussen deze twee geweldige teams wordt gehouden staat hier in Japan!